Met Cedric van Samson, parlementariër, spraken wij over de enorme toename van aantal COVID-19 besmettingen. Waaraan zal er gesleuteld moeten worden, gelet op het feit dat de huidige maatregelen niet werken. Vandaar dat we in een vijfde golf zijn beland. Van Samson die reageerde er als volgt. Oké, het is belangrijk dat we nu kijken wat de status quo is, toch? Dat we een takje naar vloeken in zo'n situatie als aan de noem. COVID nou als aan, zou je vertangen wat herpisting. En het virus is niet hetzelfde gebleven. We hebben verschillende varianten gehad. We hebben Delta variant gehad, besmettelijker. Maar nu hebben we gemerkt, we hebben in Suriname ook Omicron. Maar net staande de vergadering is ook bekendgemaakt dat de periode waarop men eigenlijk in isolatie zou moeten zijn, teruggebracht is, gezien de besmettelijkheid van die nieuwe variant het minder is en langer. Dus dit heeft niet zo'n uitwerking als de vorige. Toch, dus dat is het normaal dat je je beleid aan gaat passen. En in kader voor aanpassing dat die, ben ik van mening dat er eigenlijk nu meer moet worden besteed aan de zorg in plaats van aan de handhaving en preventie, om het zo te zeggen. Kijk, we kunnen niet langer het land blijven opsluiten. We moeten die verantwoordelijkheid terugbrengen naar het volk. Maar waar er werkelijk meer energie gestopt wordt, dat naar als zorg. Want als je goede swap posten, als je goede atoso. Daarom ben ik ook blij om te horen dat er nu langer de swap posten langer open zijn tot 's avonds zelfs. Wat een beetje meer spreiding brengt. Want als je alles mee loont naar een locatie voor swap. En te veel mensen daar zijn, dan wordt daar ook een hart van besmetting. En ik ben van mening, wat is eigenlijk het beleid gezien een vaccinatiegraad, dan eigenlijk een groepsimmuniteit. Want als je de vrijwillige vaccine, dan is het een vaccin. Dus vandaag voor aanvang van de vergadering zijn alle DNA-leden geswapt. We moesten weer swappen, gezien het feit dat de besmettingen gestegen zijn. Kijk, persoonlijk heb ik er geen moeite mee, omdat ik zeg, het is deel van die verantwoordelijkheid die ik draag, om ervoor te zorgen dat we een voorbeeld en we zorgen voor veiligheid. Ja. Het valt wel tegen dat de IC-bezoekers en kombezoekers wel gewoon op het terrein. En de acties zijn dat ze aan het voet zijn. Dat toch moeten we die lijn niet recht doortrekken. Ten aanzien van wat de minister heeft aangegeven, wil ik ook weten wanneer die waardering gaat komen. Toch omdat we deel nu aan een exodus. En die is massakant de woord exodus naar de toekomst bekend. Exodus naar een vertrek. Dat we deel aan een vertrek voor medisch personeel. Omdat een waardering aan medisch personeel demoro begint in het buitenland. Want hoe eerlijk wat ik een aanpassing kon aan een loonreeks. Maar laat het niet te lang duren. Want mensen zitten nu in die sector, die zorgsector, die behoorlijk onder druk is komen te staan. En niet alleen de mensen in de verpleging alleen, maar vanaf die deur tot die operatiekamer. Want je moet nagaan wanneer meerdere mensen op één locatie daar komen bij het ziekenhuis. Onder frustratie van dat ze langer moeten wachten. Dan heeft die guard het zelfs moeilijk om aan die mensen uit te leggen dat ze hun handen moeten spoelen, hun mondkap moeten ophebben. En de soort frustraties dat die vaker leiden tot woordenwisseling. Dan als maar, ik ben laatst geweest op de SIH, spoedeisende hulp. PSM druk dat ze aan de hand. Vroeger was maar kom binnen, dan wordt die persoon direct begeleid. Nu naar mondkap, daar zitten en zo. En soms was maar er dan een probleem bij, als mijn familie is mankeri. Dat ik kan graag fit doen als mijn voor een mondkap. Dus dan, alles komt onder druk te staan door COVID. Dan moet het zo zijn dat we die sector beter gaan waarderen. Omdat, dit is mijn record 16 uur. Ik waardeer dit maar voor 16 uur. Ik kan het niet zo dat als mij zetten in moro door haar omstandigheid, maar haar waardering is dan uit. Het werkt niet. Toch, want als je zetten in, ik als je schief voor je zetten in. Natuurlijk heb je gekozen voor dat beroep, maar laat die waardering niet uitblijven. En in die hele discussie, waar plaatst u het opengaan van de scholen? Gelukkig die verantwoordelijkheid vanuit de leerkrachten er is, waarbij zij zelf hebben aangegeven het onderwijsproces niet te willen onderbreken. Kijk, ik begrijp dat. Want onderwijs is de basis voor de volgende generatie. Als je nog kiest voor onderwijs, je nog begrijpt spreekwoord, je nog begrijpt een rhetorische vraag, je nog begrijpt boem voor sani. En we moeten voorkomen dat we een generatie krijgen die minder equipped is, ik zal niet zeggen dom is, maar minder equipped is, minder geschoold is, minder gefaciliteerd is om door te kunnen gaan waar wij dat wel hebben gehad. Dus hoe dan ook, je abif godoro, toch, het is dan strak na leven van die Mohana-maatregelen. Kijk, u zelf de krantenbeelden gezien, de krantenkoppen gezien, waarbij de eerste schooldag er weinig kinderen op school waren. Waarom? Omdat de
ouders zelfs twijfelden van, moet ik mijn kind sturen, ja of nee? Omdat, je kan weer een mondkap, mee kan weer een mondkap, en abba verantwoord te voeten weer een mondkap. Maar kinderen zijn kinderen. Ze gaan dadelijk spelen, ze gaan dadelijk uit één fles soft drinken. Dus, een besmettingskans biggie. Bij kinderen altijd. En er is nog altijd een grote groep kinderen die niet gevaccineerd is wegens de nadoren al leeftijd voor een vaccinatie. En nu hebben we gezien, bij die nieuwere varianten worden kinderen ook besmet. Ik ken een geval waarbij een kind op school besmet is geraakt, naar huis is gekomen, het hele huis heeft besmet en opa is doodgegaan. Dus op den duur moet je gaan kijken hoe bescherm je de gemeenschap. Maar je kan het niet ten koste van alles doen dat je de gemeenschap gaat beschermen en ook eigenlijk het onderwijsproces gaat onderbreken. Dus ik ben wel blij dat de minister de steun heeft kunnen vinden bij de leerkrachten, de docenten, de lesgevenden, om toch het schooljaar aan te kunnen vangen onder deze omstandigheden. Maar het legt wel een behoorlijke druk op de mensen dat vooral om naar als koroyari, vooral ook hoe dem ching, want unom denk dem chiwang. Die leerkracht heeft ook kinderen thuis, heeft ook de oma thuis, heeft ook de moeder thuis. Dus we moeten die gemeenschap beschermen. Waarin zou er aanpassingen moeten plaatsvinden? Nou, aanpassingen is, ik ben alvast blij met de aanpassingen die ik heb gehoord ten aanzien van de isolatieperiode, de tijden waarop er de locaties open zijn, langer, zodat de mensen ruim meer tijd hebben voor even een vieriboom, wie is naar bakana, ik kan gaan swap eten. Dan gaan we in de vooravond gaan swappen. Dit is een spreiding begin kondappen. Ik kijk nog uit naar wat de minister van Volksgezondheid zal aangeven ten aanzien van die correctie. Want ik zeg, als we niet beginnen nu om ons zorgpersoneel te waarderen, gaan we een groot probleem hebben in dit land. Kijk, toen men bepaalde groepen had uitgeroepen tot strategisch, hadden bepaalde mensen het niet begrepen. Maar ik zeg, de veiligheid, de gezondheid en onderwijs in je land zijn drie belangrijke pijlers wanneer men eigenlijk het reilen en zeilen in jouw land bekijkt. En daarom moeten we ervoor zorgen dat de politie, de verpleegkundigen en de leerkrachten goed betaald worden. Niet dat de rest niet belangrijk is. Men kijkt niet hoe je ministeries functioneren. Men kijkt naar die drie belangrijke pijlers. En wanneer het voor andere landen beter is om hun personeel te waarderen, ga je een brain drain krijgen. Dus maar voor je konden ze aba kennis, ze aba devotion, ze aba atifudu aroko ogwe, waar ze beter gewaardeerd kunnen worden. Dus mi vind ik dat daaraan moet men gaan werken. En men moet dan niet gaan optrekken met bonden die opkomen voor spookambtenaren. Ik heb het ook gezegd aan een van de bondsvoorzitters in de zorgsector. Ik zei, ik kan me niet voorstellen dat u optrekt met een andere bond die opkomt voor spookambtenaren. Dat geld had gebruikt kunnen worden om de mensen die werken te waarderen. Maar ja, is gevoelig wanneer je praat over salarissen van mensen. Maar het is de realiteit. Kijk, het is niet anders in ons werk. We moeten de dingen zeggen zoals de dingen zijn. Daarom zijn we hier voor het volk. En als die waardering er niet komt waar het moet zijn, dan gaan de paarden die de haver verdienen, de haver niet krijgen. Dat is de kisa die moest kiezen wanneer dingen doen aroko. Je hebt de werkpaarden en je hebt bepaalde paarden die het werk niet doen. En die worden elke een van de man betaald. Wat doen we dan met de mensen die zich extra inzetten? Dus voor mij is dat een van de veranderingen die moet komen. Hoe zit het met dat stukje handhaving? Kijk, handhaving gaat een enorme uitdaging blijven. Een enorme uitdaging gezien het feit dat, kijk, we kunnen niet verwachten dat de politie die al bijna niet goed equipped is, bepaalde politiebureaus hebben geen auto's om gewoon die normale criminaliteit aan te pakken. Maar ik heb gehoord van de minister Justitie en ik ben wel blij dat hij dat aangeeft. En ik hoop dat we in zekere mate wel in staat zullen zijn om dat wat hij heeft aangegeven in uitvoering te zien. Dat die handhaving van de COVID-19 regels en protocollen zijn opgenomen in de operatie Veilig Suriname. Dus ik denk dat we nu moeten kijken hoe dat zal lopen. Maar ik weet dat die handhaving een enorme uitdaging gaat zijn. Gezien het feit dat we hebben gehad in de afgelopen dagen, dat mensen, ja, to lead by example wordt eigenlijk de route. Omdat als we allemaal op onszelf letten, dan hoeft de politie niet op ons te letten. Dat is het hele probleem. Dat we, hoe meer de politie op ons moet letten, hoe groter het probleem is. Want de politie moet al aanpakken met de criminaliteit. Want je ziet filmpjes die mij jumpen, jab winkeliers en dat soort standaard. Ik vind dat de politie daarvoor vrijgemaakt moet worden. De politie moet niet komen omdat meneer Ganesh thuis een feestje heeft georganiseerd. Die politie zou bezig moeten zijn met het bestrijden van de zware criminaliteit. Dus eigenlijk doe ik een beroep op iedere Surinamer. Let op jezelf, neem je eigen verantwoordelijkheid. Want natuurlijk, ik kan dat ik kies COVID bij in vrede, maar hoe rekenen dan de rest voor een gemeenschap.